Met het vonnis van de rechtbank staat nu vast dat verdachte zich gedurende langere tijd gericht heeft op het onderhouden van seksuele contacten met minderjarige slachtoffers. Nu verdachte bovendien, zoals opgemerkt, ter terechtzitting weinig verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn gedrag en de oorzaken daarvan vooral buiten zichzelf lijkt te zoeken, acht de rechtbank de kans op herhaling zeker niet uitgesloten. Dit baart zorgen. Daarom zal de rechtbank een deel van de straf voorwaardelijk opleggen, zodat daaraan bijzondere voorwaarden gekoppeld kunnen worden. De rechtbank zal reclasseringstoezicht opleggen, waarbij een proeftijd zal worden bepaald van 2 jaar en naast de door de reclassering genoemde doelen tevens opnemen dat verdachte dient mee te werken aan diagnostiek en eventueel daaruit voortvloeiend noodzakelijk geachte behandeling. Naast een voorwaardelijk strafdeel om toezicht en behandeling mogelijk te maken, zal uit oogpunt van normhandhaving en vergelding ook een onvoorwaardelijke straf aan verdachten moeten worden opgelegd. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat de gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, passend en geboden is. Aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen straf zullen ter voorkoming van recidive de bijzondere voorwaarden worden verbonden zoals hiervoor overwogen. Daarnaast zal de rechtbank een taakstraf opleggen voor de duur van 240 uren.